Welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in Waddinxveen. En hier had je volgens mij ook het clubhuis van Feyenoord of zo. En toen hadden ze ook nog allemaal hele futuristische gebouwen met van die punten erop. Het was wel mooi. En in de zomer kan je ook hier gaan zwemmen in deze zwemplas. Want dan kan je ook op dat gras liggen met de handdoek en zo. En hier kan je ook nog op die uitkijkpost staan. Dan kan je over het meer heen kijken. Maar als je geen zin hebt om helemaal van die trap af te gaan, kan je ook vanaf die bank kijken. Dus dat was wel handig. En je had ook nog zo'n kinderboerderij die helemaal op zonne-energie draait. Dus toen hadden ze ook nog van die kerstversiering hier. Dat was wel mooi. En hier was ook nog een kerstboom, maar die was wel heel groot. Dus die was heel hoog. En hier ging iemand fietsen, maar dat mag eigenlijk niet eens. Dus dat was wel illegaal. Dus toen hadden ze ook nog Robert Den Haag. Maar dat was niet in Den Haag, dus dat klopt niet. En hier heb je ook nog drie van die palen. Maar als je dan dichtbij wil kijken, moet je hier helemaal naar beneden. En daar had ik geen zin in. En toen was er ook nog stenen waar je in kan zitten. En hier was ook iets raars, maar toen zag ik dat het de W was, want het was van Waddinxveen. En hier kan je ook nog Jeu de Boule, maar ik had geen ballen bij me, dus dat was wel jammer. En hier was ook nog een gezellige straat om te winkelen. En hier heb je ook nog de kaashakker, dus dan kan je je kaas laten hakken ofzo. En deze kroeg was gewoon open, maar dat was eigenlijk illegaal, want dat mag niet nu. En hier kan je ook nog opletten op WhatsApp ofzo. En hier hadden ze ook nog mooie gebouwen die een soort grijs tint hadden. En hier had iemand zijn eigen huis geprobeerd te pellen. En toen hadden ze ook nog het laagste balkon ter wereld in Waddinxveen. Dat was het doei.